Dus normaal gezien zijn ze gewoon van met een dweiltje, met een vodje. En met misschien 10 of 15 producten in je kast te kuisen. Maar haar is het helemaal anders. We hebben doekjes om mee te kuisen. Zodanig dat je met die doeken vet en vuil kunt wegnemen zonder product nodig te hebben. Dat op een vloer die een film heeft liggen, dan zie je gewoon waar je geweest bent. Hè? Zeker als je zo'n donkere glans aan de vloer hebt liggen, zie je dat heel goed, die moderne vloerjes van je. Zie je dat ook? In Duitsland, dus waar het gemaakt wordt. Hè? Ik denk dat jullie allebei wel een beetje ecologisch gedachten zijn. Ik dus ook. Dat is ook de reden dat ik met haar aan begonnen ben. Maar ik zeg het, 17 jaar geleden, als ik dan over ecologisch sprak, dan bekeken de meeste mensen mij van, ja, hè. Tegenwoordig is dat wel heel erg veranderd. Want ik merk wel dat elke klant tegenwoordig wel een beetje ecologisch is geworden. Maar dat was 17 jaar geleden helemaal niet het geval. Hè. Is dat al direct gedaan, hè? Ja. Want normaal gezien, bij haar hebben we heel veel doeken. Voor elke functie gebruikt een ander doekje. Terwijl je vroeger voor elke functie een ander product zou gebruiken. Dus trek je kast en gedachten eens op. Ik denk dat je wel wat producten staan hebt. Dat is bij haar niet zo. We hebben één fles, daar doen ze zowel de muren, de vloer, de ramen, de keuken, alles kuisen ermee af. Dan heb je nog de schuurcrème. Dus je hebt een stuk of drie producten waar je alles mee kunt doen.